Hey, ik ben Joost en normaal gesproken DJ bij Q Music, waar ik natuurlijk topsport beoefen in de studio. Vandaag beoefen ik niet een topsport, maar klets ik wel met een oud topsporter over de voor- en de achterkant van de medaille. Vandaag een nieuwe editie van de Papendal Taxi en ik zie er al staan, ja, mijn gast van vandaag. Niemand minder dan Edith Bos. En dat vind ik leuk, want ik vind judo een hele toffe sport. En ik weet er niet zo heel veel van, maar ik vind het wel leuk dat ze er is. Edith, stap in. Oh, het slot zit erop. Het kinderslot zit erop. Het kinderslot, ja. Zo. Welkom bij mijn taxi. Dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Het is lekker weer buiten. Het is zomer. Dat is altijd lekker, hè? Ja, zeker. Jij? Goed? Ja? Ja, ik heb het warm in mijn vestje, maar dat is oké. Dat is oké. Hey Edith, we gaan lekker een rondje rijden. Ja. En lekker een beetje kletsen. Ja, leuk! Nou. Doe je dat vaker? Kletsen? Ja? Ja, ik klets echt iedereen de oren van zijn hoofd. Ja? Maar, ik kwam je net al tegen in de gang. Toen zag ik al dat je heel veel mensen kende hier. Ja, ik was eigenlijk te laat. Jij was te laat? Ja. Taxi, dat ze extra kosten hebben voor de taxi. Ja, dat mag. Dan staan ze te wachten. Kom erop. Maar nee, er is toevallig nu een trainingsstage ter voorbereiding op het WK Judo. Oké. Dus iedereen die judoot, die is hier. Uh-huh. En laten we het zo zeggen, de jongeren die herkennen me niet meer en die denken echt, wie is die vrouw? Die is maar de oudere garde kent me wel, dus iedereen stopt dan om een praatje te maken. Oh. Dus daarom was ik te laat. Moet ik nou 10 keer opdrukken? Nee, toch? Nee, joh. Okay. Nee, dat topsportleven, dat is allemaal voorbij. Daar komen we later op terug. Nee, ja, de vraag natuurlijk, wie is die vrouw? Wie is Edith Bos? Wie is Edith Bos? Ja, wat een goede vraag. Vertel het me. Ik wil het weten. Edith is een lieve, gepassioneerde vrouw die 5,5 jaar geleden gestopt is met topsport. Mm-hmm. En een hele nieuwe passie heeft gevonden in het coachen van mensen, teams en organisaties helpen met veranderingen. En daarnaast lief. Hondenliefhebber. Ik heb zelfs nu mijn hond mee. Die hebben we achtergelaten. Dat is dan weer niet zo heel lief. En energiek, gezellig. Af en toe kan ik nog steeds een nare vrouw zijn. Ja, wanneer ben je een nare vrouw dan? Nou, als ik boos ben ik niet zo gezellig. Ik kan nu helemaal gaan vertellen hoe geweldig ik ben. Maar we hebben allemaal een hele mooie kant en een minder mooie kant. En die minder mooie kant heb ik ook. Ik ben 15 jaar lang topsporter geweest. Dus als ik er moet zijn en ik moet hard trainen, ik heb discipline nodig en ik moet ergens mijn tanden in vastbijten en hard werken. Dan komt die topsportvrouw naar boven. Ja, en dan kan ik dat toch. Want je hebt toch uiteindelijk hele andere competenties ontwikkeld dan mensen die geen topsport hebben gedaan. Nee. Dus dat zit er ook helemaal in. Oké. En de topsport, hè? Hoe is dat zo begonnen? Überhaupt, waar begint het hele judo-verhaal voor jou? Ja, welk meisje gaat nou judo? Ja, ja, precies. Ik bedoel, misschien hockey of ballet. Dat wilde je ja, heel lang doen, hè? Ik wilde het ballet doen. Daar heb ik ook op gezeten. Maar dat vond ik gewoon niet leuk. Want het was heel erg binnen kaders. En het moest allemaal precies zoals de juffrouw het zei. En daar ben je niet zo van. Nee. Ik denk, tegenwoordig geven we heel veel stempels aan kinderen. Als er toen stempels waren, dan had ik ADHD. Dus okay. Ik was een vrij druk kind. Mijn moeder noemt dat gewoon een druk kind. Dus dat is wel grappig. En ik wilde gewoon wel een kader, maar wel kunnen doen wat ik wilde doen. Ja. En ik wist eigenlijk helemaal daar niet na ballet wat ik wilde doen. En toen ben ik gewoon, mijn zus zat op judo, dus ik ben daar gewoon een keer gaan kijken. En toen dacht ik, nou dan ga ik het gewoon een keer proberen. Ja. En de eerste keer dat ik op de mat stond, vond ik het geweldig. Waarom? Ik kon rennen wanneer ik dat wilde. Ik kon vechten. En als ik zie dat om een half minuut om mijn band te kauwen, kon het ook. Of misschien in mijn neus peuteren, maar dat maakt allemaal niet uit. Het was best wel vrij. Ja. En dat vechten vond ik ook wel leuk. Ja? Ja. Waarom vond je dat zo leuk? Ja, weet niet, heeft toch te maken met... Slechte jeugd gehad, veel agressie, dat je dacht, ik moet dat kwijt? Of? Nee, maar het is natuurlijk wel een soort van uitlaatklep. Ja. Ik denk als je iedere willekeurige topsporter vraagt wat topsport voor hem of haar betekent, of sport, dan is het ook een bepaald soort uitlaatklep waar je jezelf helemaal in kwijt kan. Dus en sommige mensen zeggen tijdens het sport, dan hoef ik niet na te denken. En ik vond het gewoon heerlijk om met iemand te stoeien toen ik nog klein was. En later ook dus, dan was het wel meer vechten, echt met iemand vechten. Had je als kind echt een voorbeeld? Ja, nee. Ik had als kind niet echt een voorbeeld. Nee, ik vond
Haile Gebrselassie vond ik altijd gek, maar die man is altijd aan het lachen. ja. Ja. En ik heb eigenlijk nooit zo tegen mensen opgekeken. Ja, dacht ik, mijn pa gaat mijn eigen pad. Nou, ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst, wat iets ouder was, een trainingstage deed hier op Papendal. Mm-hmm. En toen ging ik een potje oefenen tegen de Olympisch kampioenen in mijn gewicht. Een stuk ouder dan dat ik was. Okay. En, maar jullie zaten wel in dezelfde gewichtsklasse. Ja, precies. Okay. En ik keek niet tegen haar op, dus ik ging volle bak erin. Ja. En toen zei zij na dat wedstrijdje, goh, je bent wel bruut, hè? En toen dacht ik, ja joh, wacht maar. Dus nee, niet in dat opzicht heel erg tegen iemand opgekeken. Ik heb wel altijd veel respect gehad voor mensen die mooie dingen doen in hun leven. Maar dat kan hoeft niet per se een topsporter te zijn. Kan ook een schoenmaker zijn, zeg maar. Als de schoenmaker, als dat zijn passie is en hij maakt hele mooie schoenen, dan is dat ook heel bijzonder. Ik kan het niet. Kan jij het? Nee, daarom vind ik het juist zo knap. Als iemand een hele mooie leren tas ook bijvoorbeeld kan maken. Nee, want ik denk, deze materialen heb ik daarvoor nodig. En dat wordt dan uiteindelijk iets heel vet. Dat vind ik dat heel knap. En wat is dan jouw passie? Radio. Radio maken. En wat is daar zo leuk aan? Of mag ik jou geen vraag stellen? Nee, het gaat vandaag even niet over mij. Maar dat, ik kan dat wel vertellen wat er zo leuk aan is. Want dat is dat je eigenlijk de hele dag bezig bent met muziek en met luisteraars en constant proberen een zo herkenbaar mogelijk plaatje te schetsen, zeg maar. Ja. Dus als jij iets meemaakt, dan vertel ik dat op de radio en dan hoop ik dat iemand aan de andere kant van de radio zit waarvan je geen idee hebt wie dat eigenlijk is, dat die denkt, hey, dat herken ik. Ja. Of inderdaad, wow, dat heb ik ook zo gehad, om te hopen dat diegene dan een berichtje stuurt en zijn of haar verhaal deelt. Ja, en ik heb een hele grote passie voor muziek. Dus ik kan echt excited zijn als ik bijvoorbeeld een nieuw liedje van Avicii mag laten horen. Daar kan ik echt de hele dag naar uitkijken om dat dan te draaien. Dus ja, dat is dan weer mijn passie daarin. Maar goed, het gaat vandaag niet om mij. Het gaat om jou. Ik vind het wel leuk om te horen. Nou goed. Wanneer dacht jij met judo, ik kan het eigenlijk wel. Ik ben hier wel goed in. Het gaat wel lekker. Ik dacht dat ik het wel een beetje goed kon toen ik wereldkampioen werd bij de junioren. Het was nog maar 16. En dat was toen nog onder 19 jaar. Uh-huh. En toen dacht ik, dit kan ik gewoon best wel goed. Dus ik denk dat ik hier, ik ga er helemaal voor. Ik wil ook de beste van de wereld worden. Bij de grote mensen, bij de senioren. Dus eigenlijk een beetje zo rond mijn 16e dacht ik, kan het wel. Ben je dan meteen prof op je 16e? Nou, bij mij ging het daarna best wel snel, want ik was 17 toen ik dus naar de WK voor de senioren ging. Ja. En toen kwam ik meteen bij de eerste 7. En vanaf dat moment ben ik wel een soort van prof. Maar het is niet een professionele sport. Zoals dat voor veel buitenlandse landen in het judo wel is. Daar ben je gewoon echt, daar krijg je gewoon veel betaald. Daar is het gewoon een fulltime job. En dan krijg je door de club betaald. En in Nederland blijft het gewoon meer een amateursport. Maar ik denk dat je wel ontzettend veel uren erin hebt gestopt. En daardoor misschien ook wel minder een soort studentenleven hebt gehad? Of dat gewoon iets minder hebt gehad? Of zie je dat niet zo? Nou, ik heb geen studentenleven gehad. Dat is wel stellen. Je hebt misschien wel gestudeerd later nog, heb ik begrepen. Ik heb wel gestudeerd, ook in die leeftijd. Alleen ik was altijd alleen maar bezig met mijn sport. Ja. En als ik nu terugkijk, dan hoor ik daar verhalen over. En dan denk ik, dat heb ik niet gehad. Nee. Ik heb wel nog veel dingen ingehaald toen ik stopte met topsport. Want toen ben ik ook lekker festival en zo allemaal aan drinken. Ja, precies. Maar ik heb juist zo'n ander leven gekend wat ook heel rijk is met de hele wereld over reizen. Ja. In staat zijn om met je lichaam gewoon sport op zo'n hoog niveau te kunnen bedrijven. Dat je naar een Olympische Spelen mag meerdere malen. En ik heb het gevoel dat als ik het over zou doen, dat ik precies dezelfde keuze zou maken. Want je bent met topsport houdbaar. Ja. Ja, weet je, student, leuk, ben je af en dan ga je werken en dan komen er weer andere dingen. Maar bij topsport is het echt op een gegeven moment, en dat is afhankelijk van je sport. Maar in judo ben je met je 30ste al vrij oud. Is gewoon oud. Ja, dat klinkt eigenlijk best wel raar. Ja, maar dat is wel zo. Ja. Ben je 20 en dan sta je in één keer voor het eerst op de Olympische Spelen? Ja, dat klopt. Ja. Holy shit. Ik was 19 toen ik me kwalificeerde, ik kon het niet geloven. Denk je nog wel eens aan het moment dat je dacht, ik ga naar de Olympische Spelen. Ik ben 20, ik ga daar naartoe. Ja, het was best wel spannend, want ik woonde in die tijd samen met Mark Huizinga. Dat is ook een judoka en die is een stuk ouder dan ik. En die was veel eerder al gekwalificeerd. Ik zat echt in een heftige concurrentiestrijd met iemand die 7 jaar ouder is dan ik. En het was heel spannend, tot op het einde was het spannend. En op een gegeven moment kwam het punt dat ik echt ging.
Ja. En ja, ik heb werkelijk maar een aantal keer gezegd, alsjeblieft, knijp me, sla me, maar ik ga naar de Olympische Spelen. Ja. En, ja, dat was gewoon nog steeds niet te bevatten. Zelfs toen ik er was, dacht ik af en toe, hallo, wow, ik ben hier. Ja, precies. Het was overigens wel een hele mooie Spelen, het wel lang geleden, Olympische Spelen van Sydney. Ja, 2000. Australië, echt zo mooi. Vet ook om daar, je gaat naar Australië, die hele reis daar naartoe is toch al te gek? Ja, want iedereen ziet alleen maar de Olympische Spelen in Sydney, maar wij zijn echt al 3 weken van tevoren in Japan om bij te komen en het tijdsverschil te overbruggen, want er is een groot tijdsverschil. Ja, daar moet je wel een beetje fysiek ook aan wennen natuurlijk. Precies, maar ja, ik heb dat dus allemaal wel een beetje in een roes gegaan, want ik denk dat ik het heel lang niet beseft heb. Ik denk eigenlijk nu ik gestopt ben, begin ik te beseffen hoe uitzonderlijk ik gepresteerd heb. En dat het heel bijzonder is dat je 4 keer naar de Olympische Spelen bent gegaan. Dat is echt wel een unicum als je 4 keer de Spelen Ja, zeker haalt. Voor een individuele topsporter. Ja. Ja, absoluut. Ja. En dan word je op de eerste Spelen 7e. Ja. Had je dan zoiets na, het komt nog wel? Of nee, baai je het natuurlijk toch ook als een stekker? Nou, ik was heel ambitieus en heel perfectionistisch. Dus ik zei voor de Spelen dat ik een medaille ging winnen. Was dat heel realistisch? Nou, ik denk het niet. Maar ja, als je het zelf niet gelooft, dan gaat het ook zeker niet dat gebeuren. Dat doet niemand het inderdaad. En ik werd 7e en dat was heel realistisch. Absoluut wel mijn niveau op dat moment. Ik was er niet tevreden mee. Ik kreeg een Olympisch certificaat. Maar ik denk wel dat het... Een soort strikdiploma dan voor je gevoel, hè? Het is wel goed. Kijk, weet je, het is een once in a lifetime. Maar voor mij is het heel goed dat ik op zo'n jonge leeftijd gewoon wel... al een keer de Olympische Spelen heb kunnen meemaken. Want ik bedoel, niks kan je voorbereiden op een Olympische Spelen. Want er komt zoveel druk op. De hele wereld zit te kijken. Alle sporten bij elkaar. Hoe ga je daarmee om dan als 20-jarige? Nou, niet heel super goed. Ik was altijd heel zenuwachtig. En ik sliep niet van tevoren. En, ja, je doet het allemaal wel. Mm-hmm. Maar alle kanten schoten kop. En was je dan de Spelen daarop... 4 jaar later was je dan rustiger voor je gevoel? Nee, nog spannender. Want toen had ik zoiets van, ik ga alleen maar voor Olympisch goud en voor niks minder. En dat was wel realistisch. Dus toen zat er nog meer druk van mezelf op om wel echt alleen maar goud te winnen. En dat is natuurlijk een vrij hoge lat die je voor jezelf neerlegt. Dat werd uiteindelijk... Zilver. Zilver. Ja. Ik heb een video van jou gezien waarin je zegt, ik heb niet zilver gewonnen, maar ik heb goud verloren. Ja, dat was toen echt zo, ja. Ik vond dat heel heftig. Ja, waarom? Ik vind dat een heftige uitspraak, omdat ik dan denk... Ik snap hem heel erg. Ik snap echt wat je daar zegt. Want hallo, je bent daar... Iedereen gaat naar de Spelen met 1 doel, Olympisch goud. Ja. En dan haal je uiteindelijk zilver. Maar zo dat je dan denkt, ik heb goud verloren, man. Je staat daar op een Olympisch podium met een zilveren plak in je handen. Ik ben even blij, maar dat denk ik dat heel lastig is om dat dan te beseffen. Ja. Maar voelt dat nu nog steeds als je er nu aan terugdenkt? Nee, ik ben hartstikke trots natuurlijk. En toen in die tijd wilde ik daar helemaal niet op terugkijken. Maar ik stond gewoon voor, tot 1,5 minuut voor tijd. Ja. En als ik nu terugkijk, dan heb ik van mezelf verloren. Want er is gewoon een moment in de wedstrijd geweest waarop ik ging nadenken van... Oh, als ik het volgehouden word ik Olympisch kampioen, dan ga ik geschiedenis schrijven. En terugkijkend op die ervaring was mijn focus eraf... En kreeg ik een vol punt tegen. Ik kon eigenlijk niet geloven dat ik kon winnen. En daardoor ging ik dus ook niet winnen. Zo. Dus dat is eigenlijk, als ik er nu op terugkijk... maar ja, het is vergelijkbaar met mensen die gewoon een hele leuke job hebben... of hun job goed doen. En misschien als mensen tegen jou zeggen... Oh, wat doe je dat leuk en wat gaaf. Dan denk je, ja, oké, maar dat is gewoon wat ik doe. Ja. Weet je, dat is, daar ik doe gewoon omdat ik het leuk vind. Ja, het, dus is er niets speciaals aan. Ik doe het omdat ik leuk vind en omdat gewoon... En als mensen dan zeggen, oh, zo goed. Dan denk je, dat is gewoon... Dat is hetzelfde als dat mensen mij gingen feliciteren met mijn kwalificatie voor de Spelen. Mm-hmm. Ja, kwalificeren voor Olympische Spelen. Dat is toch gewoon een voorwaarde. Een soort van je autotheorie halen. Ja, je precies. Moet nu nog je echte examen doen. Ja, precies. Zeg maar. Ja, dat is echt... Dan dacht ik altijd, ja, hoezo feliciteren deze mensen mij met deelname aan de Spelen? Ja. Dus ja, weet je, terugkijkend daarop, tuurlijk. Ik bedoel, mijn eerste Olympische medaille, zilver, heel gaaf. Maar in het moment voelde ik dat echt niet zo. En zeker niet als je zo dichtbij bent. En, alsof het van je af is gepakt, zo voelt. Nee, want ik heb van mezelf verloren. En in judo verlies je je laatste wedstrijd. Is dat een gegeven? Ja, als je in de finale staat en verlies je je laatste wedstrijd, dan heb je zilver. Ja. Als je om brons gaat en je verliest, dan heb je niks. Nee. En als je wint voor brons, dan win je dus je laatste wedstrijd van het toernooi. En dat heeft er ook mee te maken. Als je met zwemmen
alles geeft en je tikt als tweede aan, dan heb je niet net een ontzettende knal gehad en ben je op je rug gegooid. Nee. Het is net even een bammer. Hoe herpak je jezelf daarna weer? Want je denkt, ja, je hebt dan de eerste 4 jaar tot 2000 keihard gewerkt. Oké, nou, 7e, ja. Volgens daarna Athene. Ja. Ook 4 jaar weer. Heb je al 8 jaar alles gegeven? Kun je jezelf, ja. Hoe laat je jezelf dan weer op om daarna weer die cyclus van 4 jaar in te gaan en weer te denken, ga het nog een keer proberen? Nou, dat was gewoon, ik was nog steeds niet de beste van de wereld. En dat was wat ik wilde. Dus dat was gewoon de drijver om door te gaan. En weet je, terugkijkend op mijn topsportcarrière, is mijn topsportcarrière ook een overlevingsstrategie geweest om perfect te zijn en goed genoeg te zijn. Nou, dat is hetzelfde als iemand die verslaafd is aan drugs. Daar kan je nooit genoeg van krijgen. Nee. Dus de drijver was er eigenlijk altijd wel. Ik had wel bedacht, als ik dan de beste van de wereld ben, dan wordt alles fantastisch en dan ben ik ineens gelukkig. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Nee. Dus, maar ja, weet je, dat blijft maar doorgaan. Zolang ik niet genoeg heb gehad en nog meer bevestiging nodig had van de buitenwereld, ben ik dat gewoon nog steeds blijven doen. Dus maar dat was mijn drijver. Wat intens, dat je gewoon 15 jaar lang druk voelt. Ja, bij mij is er wel een omslag gekomen. En heb ik de laatste 3 jaar echt op een hele andere manier topsport bedreven. Dus toen deed ik het veel meer vanuit passie en omdat ik het leuk vond. Mm-hmm. Maar ja, ik denk als je gaat kijken naar topsporters die topsport bedrijven, dat heel veel mensen, als je met ze praat, zullen zeggen dat ze heel veel druk ervaren. Ja. Of zeggen dat ze het niet ervaren, maar het misschien niet willen erkennen. Doen, ja. Ja, want ik bedoel, waarom, en dat geldt in ieder geval, ik spreek voor mezelf, waarom wilde ik aan de wereld zo graag laten zien dat ik de beste was? Wat is dat dan? Is het dan dat je dat dan van huis uit mee hebt gekregen? Dat je, jij bent hier goed en je moet het doen? Of van wie moet je dat dan? Van jezelf. Dat moet je van jezelf. En dat wordt gestimuleerd op een gegeven moment door de omgeving als ze doorkrijgen dat je wel eens kans kan maken om heel erg goed te worden. Maar weet je, uiteindelijk, als je kijkt naar hoe je opgroeit, dan zijn de eerste 10 jaar van je leven zijn gewoon heel vormend. Ja. En we hebben allemaal wel iets negatiefs over onszelf bedacht. Ja, en dat zijn eigenlijk levensthema's. Dus bijvoorbeeld de een is een ontzettende pleaser. Die durft geen nee te zeggen. Gaat conflicten uit de weg. Ik ga niet conflict uit de weg. Maar wel pleaser. En dat doet hij ook om leuk genoeg gevonden te worden, zeg maar. En bij mij was het heel erg dat ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn vader was een marineofficier. Dus veel in oplossingen en hard werken en dan kom je er wel. Ja. En ik heb toen op een dag tegen mezelf gezegd van ja, maar ik moet gewoon perfect zijn. Dan is het pas goed genoeg. Dus daarmee zeg ik eigenlijk dat ik bedacht heb vroeger dat ik niet goed genoeg ben zoals ik ben. En dat kan iemand een leven lang drijven. Ja, ik vind dat heftig. Dat lijkt me wel best wel pittig. Nee, ook al, het brengt je ook wel weer op heel veel plekken. En in wat voor opzicht is het dan heftig? Nou, dat ik denk, wow, wat heb je dan wel een beetje een onbezorgde jeugd gehad en kon je dan wel gewoon lekker jezelf zijn of heb je dan altijd het gevoel gehad, ik ben niet goed genoeg? Als je constant het gevoel hebt, ik ben niet goed genoeg. Nee, dat is onbewust. En ik weet niet hoe jij je jeugd ervaren hebt, maar ik ben veel onzeker geweest in mijn jeugd. Mm-hmm. Dat is ook gewoon opgroeien. En wij worden natuurlijk ontzettend geconditioneerd vanaf vroege leeftijd. Ja. En dat is goed, dat is fout, dat mag je wel, dat mag je niet. En dat gebeurt door je ouders en door je omgeving om je heen. Dus eigenlijk even plat gezegd, in de eerste 10 jaar van je leven doe je verschillende ervaringen op, waarvan ook een paar ervaringen die je als minder positief ervaart. Ja. En de rest van je leven ben je eigenlijk aan het ontdekken wie je nou echt bent. Wie je echt bent, ja. Weet je dat ooit wie je echt bent, denk je? Lastig, want als er morgen ineens iets heftigs gebeurt, dan kan het ineens weer veranderen. Ja. Het blijft gewoon een soort van onderzoek. Een leuk onderzoek trouwens. Is het leven een onderzoek? Nou, het leven is gewoon een soort van, eigenlijk is het leven gewoon een spelletje waarbij je soms wint, soms verliest. Zeg maar, voor mij zit de verrijking en het geluk erin dat je, hoe beter je jezelf leert kennen, hoe mooier je leven kan inrichten en hoe makkelijker je om kan gaan met uitdagingen. Ja. Maar ja, weet je, ik bedoel, zelfs als je denkt dat je er bent, dan komt er weer een nieuwe uitdaging. Dan denk je, waar komt deze nou weer vandaan? Ja, want nog even terug naar spelen, want het verhaal is nog niet klaar wat dat betreft. Daarna nog 2 keer. Ja, nog 2 keer. Beijing.
Ja, daar... Weer herpakt. Ja, en toen kwam ik weer in de halve finale tegen dezelfde tegenstander als 4 jaar daarvoor. En daar kan ik een heel lang verhaal van maken, maar die dag was zij gewoon beter. Ja. En toen was er alleen nog maar brons om te winnen, dat wilde ik ook winnen. Nou, dat won ik. Niet je laatste wedstrijd verloren? Nee, dus mijn laatste wedstrijd gewonnen, maar daar was ik er nog steeds niet helemaal blij mee. Want het blijft maar de frustratie van geen Olympisch kampioen. Ja. En tussen mijn derde en mijn vierde spelen ben ik best wel op een gegeven moment tegen mezelf aangelopen. Want toen kwam ik in een fase dat ik... Ja, ik had heel veel gepresteerd in de sport. Ik had gestudeerd, ik had een baan, ik had een leuke vent. En een rush. Ja, en ik was eigenlijk helemaal niet zo blij ermee. Het was nooit goed genoeg. Super vermoeiend natuurlijk. Ja, onwijs. Ach, man. En toen... En dat is heel menselijk en dat zie ik in mijn werk ook heel veel. Dus de neiging is dan om mensen om je heen de schuld te geven. Van ja, maar hij luistert niet naar mij, zij doet niet wat ik wil. Maar ik had eigenlijk nog nooit nou echt goed naar mezelf gekeken. En dat ben ik toen gaan doen. En dat was echt is een heel mooi proces geworden. Daar moet je wel dapper voor zijn. Hoe en lef doe je hebben. Dat? Hoe kijk je echt goed naar jezelf? Nou, dat doe je door om hulp te vragen. Want als het heel makkelijk geweest was, dan had iedereen dat allemaal lang gedaan. Dan gaat iemand je ondersteunen door te spiegelen wat je aan het doen bent. En niet door te zeggen wat je moet doen en ook geen advies te geven. Maar door vraagstelling jou bewuster maken van... Hé, wat ben ik nou aan het doen? En wie ben ik nou eigenlijk? En dat is het onderzoek. En ja, wat wil ik eigenlijk in het leven? En dat kun je elke keer bedenken. Wie wil ik zijn? En wat wil ik doen? Maar ik wist eigenlijk nooit wat ik echt wilde. Want ik deed eigenlijk gewoon maar iets... Ja, daar was ik goed in, dus daar hield ik... Ja, dat vond ik dan ook wel eens ook veilig. Op een gegeven moment, als je iets doet, dan is het ook veilig omdat je er goed in bent. Gaat je goed af. En dan vraagt het om of je uit je comfortzone wil stappen. Terwijl topsport is in vele opzichten natuurlijk ook wel echt... Ook uit je comfortzone, want je vecht elke keer, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Nee. En toch hebben we allemaal momenten in ons leven waarin je uitgedaagd wordt om echt eens jezelf af te vragen. Is dit wat ik wil? En dat kan zijn met je werk, maar dat kan ook zijn... Met je partner, dat je denkt, ja, wil ik met deze man nog verder? En als het goed is, dan neem je de tijd om daarover na te denken. En zo niet, dan maak je niet een verkeerde keuze. Want dan maak je een keuze en dan kom je erachter dat niet voor je werkt. En dan kan je dat weer veranderen. Dus het proces is eigenlijk een proces van inzichten, bewustwording, naar jezelf kijken. En voornamelijk ook van buiten de externe wereld waar we in leven. En we leven in een externe wereld met social media, met... Alles is naar buiten toe gericht. Ja. En het proces om jezelf beter te leren kennen is naar binnen. Waarin je op een gegeven moment gewoon wel echt stukken tegenkomt die niet leuk zijn. Kun je iets noemen waarvan je echt, wat je tegenkwam dat je dacht, het is gewoon niet leuk. Daar ben ik echt niet leuk. Nou, ik had 4 hele duidelijke patronen en gedragingen. Okay. En die kwamen elke keer terug. En dat was, ik was mezelf altijd aan het bewijzen. Ten aanzien van mezelf en ten aanzien van een ander. Nou, topsport, logisch. Ik accepteerde mezelf niet helemaal. Laat staan iemand anders. Ik had altijd te hoge verwachtingen. Ook van andere mensen. Dus ik raakte altijd teleurgesteld. En ik kon denken voor andere mensen. Dus ik leefde een leven met aanname. Zo. Maar het is heerlijk als je daarachter komt. Omdat je... Want dan kun je het loslaten. Nou ja, loslaten is de volgende stap. Dan kun je het veranderen. Maar eerst is het een soort van herkenning dat je denkt... Oh ja zeg, dat zit ik de hele tijd te doen. Ja. Wat vermoeiend. En dan komt op een gegeven moment een punt dat je denkt... Ja, maar dat wil ik niet meer. En dan begint het oefenen. En begint weer van vooraf aan. Dus dan kom je erachter dat je op een gegeven moment zit te bewijzen... En dan eerst ben je te laat. En dan heb je ontzettend op zitten scheppen. En dan denk je, nou, waarom deed ik dat nou eigenlijk? Oh, en dan moet je soms ook om jezelf lachen. En dat wordt steeds, die tijd die ertussen zit, wordt steeds korter. En dan denk je op een gegeven moment, heb je dit niet eens meer nodig? Het gaat heel erg, eigenlijk gaat het over building self-esteem. Ja. Wat grappig dat je dat dan zo helemaal op jezelf reflecteert. En daar dan echt een soort... ommekeer in maakt. Bijna. Ja, nou kijk, weet je, de enige manier om te kunnen groeien en dingen te kunnen doen is ook om naar jezelf te kijken. Want een ander kan je niet veranderen. Nee. Dus iemand die vervelend is of iemand die je tegenkomt in het werk waar je vreselijk aan irriteert, die vertelt je eigenlijk iets over wat je zelf nog moet doen. Ja. Maar het makkelijkste is om te zeggen, ja, maar hij is vervelend of hij doet niet wat ik wil. Ja, precies. In plaats van te kijken, ja, maar wat vind ik dan zo vervelend aan deze persoon? En waarom irriteer ik me zo? Want het zegt altijd iets over jezelf. Ja. Maar dan kom je, dan moet je ook eerlijk zijn naar jezelf. Doen. Wat is dat dan? Ja. En dan kan het bijvoorbeeld best wel zijn dat je bijvoorbeeld bij iemand ziet dat hij iets heel moois heeft, wat jij niet hebt.
En dat je dat ook wil. Of dat iemand iets kan. Nou, bijvoorbeeld als je iemand tegenkomt die ogenschijnlijk heel oké met zichzelf is. En je bent dat zelf niet. Nee. Dan is het makkelijker om iets lelijks over die persoon te zeggen. Als je onbewust bent en je vindt het spannend. In plaats van zeggen, hé, oké. Wat goed dat diegene dat doet. Ja, en ook onderzoeken of datgene wat je denkt ook echt waar is. Want je bedenkt van alles zelf. Allemaal aannames. Ja, heel veel mensen doen leven in aannames. Ik heb daar ook wel een handje van. Ja? Ik denk iedereen toch? Nou ja, dat hoeft niet. Want ik bedoel, in mijn werk kom ik het heel veel tegen. Zeggen mensen, ja, maar dat is zo. En dan zeg ik, oh. Is dat zo? Is dat zo? Hoe weet je dat? Heb je dat gevraagd? Dan, ja, nee, dat weet ik gewoon. Dat weet ik gewoon. Ja, oké, dus het is een aanname. Ja. En dat zegt ook weer iets over waarom je het niet durft te vragen. Want als je helemaal oké bent, kan je gewoon aan iemand vragen. Van, goh, maar hoe kijk jij ernaar? Of hoe zit jij erin? Hoe zit dat? Maar het gaat allemaal over onzekerheid. Die onzekerheid, of althans, je hebt in ieder geval hard aan jezelf gewerkt dan tussen de derde en de vierde spelen. Ja. Ging je er dan daar anders in? Ja, heel anders. Relaxter? Ja. Gewoon dat je dacht, ik ga het gewoon nog een keer doen. Ja, ik heb er zin in. Ik had ervoor gekozen om het nog een keer te doen. Ja, want het was wel een bewuste keuze, toch? Dat je dacht, ik ga gewoon nog één keer. Voorbereiding alles was geven. Top. Lachend getraind. Ik had er heel veel zin in. Ik wilde er helemaal voor gaan. En ja, zeker toen ik daar ook stond. Ik sliep goed van tevoren. Helemaal geen probleem. Het is een heel soort andere beleving. Dus ik heb ontzettend mooie wedstrijddag gehad. Ja. Ik verloor mijn kwartfinale. Waar ik voorheen dan echt mezelf helemaal aan alle kanten om de oren sloeg. Had ik nu zoiets van, nou ja, nee. Ik wil heel graag nog brons winnen. Ik wil heel graag er nog voor gaan. En ik won brons. En dat voelde als goud. Want ik had alles gegeven. En iedereen die van me houdt, die was daar ook. En hield nog steeds van je. Ja, ja, precies. Daar gaat het over. Hè? Ja. Mijn zwager zei tegen mij voor de Olympische Spelen, ja, weet je, al win je helemaal geen medaille. Voor mij heb je al goud gewonnen. Ja. Nou, dat is wel mooi. Ja, toen moest ik echt janken. Ja, tuurlijk. Dat is toch mooi? Ja, maar dat is toch ook misschien een soort rustgevend gevoel als anderen eens een keer tegen je zeggen, maar Edith, je bent goed zoals je bent. En het is gewoon ook goed als je naar huis komt met een tiende plek. Ook precies. Al, is leuk, maar waar het eigenlijk in essentie om gaat, is dat een ander dat niet eens hoeft te zeggen, omdat je dat zelf voelt. En dan is het mooi als iemand het zegt. Ja. Als een soort van bevestiging van wat je al weet en voelt. Maar ik bedoel, als je een compliment krijgt en je vindt het ongemakkelijk, dat betekent dat je het zelf niet gelooft en dat je het zelf ook niet voelt. En daarom is het soms zo ongemakkelijk als iemand zegt, zo, dat heb je goed gedaan. En jij awkward. Awkward. Ik vind het heel ongemakkelijk nog steeds. Ja? Nou ja, omdat, kijk, radio is en video, zeg maar, is best wel een zichtbaar iets. Want mensen zien veel van wat je doet. Ja. Als je achter de schermen ICT dingen maakt en hele programma's bouwt en mensen hebben geen idee dat jij dat maakt. Nee, dat is met media natuurlijk wel anders. Dus dan is het heel van, hey, nou gaat goed, hè? Ik zie veel voorbij komen. En oh, leuk. En dan denk ik altijd, ja, maar ik doe ook maar iets wat ik leuk vind. Weet je? Dus ik snap dat ongemakkelijke daar. Maar tegenwoordig is dat voor mij wel anders. Want als iemand me een compliment geeft, dan kan ik oprecht blozen. En zeg ik, oh, ik vind het echt zo lief dat je tegen zegt, ik pak hem heel eventjes. Wacht, ik voel hem wel. Ik neem hem gewoon, ik ga hier even staan. Dankjewel, ik neem hem in ontvangst. Ja, precies. Dat is ook wel eens lekker. Ja, maar dat is lastig hoor. Toen daarna, na de Spelen, toen was eigenlijk vrijwel direct, heb je daarna gewoon rustig je carrière beëindigd, mag ik het zo zeggen? Of? Ja, en ongeveer een jaar daarna, in 2013. Ja. Rustig. Is dat afbouwen? Zag je dat als afbouw? Of was het een soort van... Nou, het was ook wel een proces. Het is ook een proces om afscheid te nemen van topsport. Als je dat zo lang gedaan hebt. En ik wist heus wel, er waren allemaal weer nieuwe talenten. En ik wist ook wel, ik doe dit al zo lang. Ik ga niet nog een keer naar de Olympische Spelen. Nee. De kans dat ik dan beter ben dan dat ik nu ben, die is niet zo groot. Nee. Dus, vond het wel goed zo. Ja, en ik heb gewoon heel erg nagedacht over hoe wil ik dan afscheid nemen. Nou, dat heb ik helemaal in elkaar gezet met een teamtoernooi. En nog een keer een EK. En ik heb een fantastisch afscheid gehad. Maar goed, dat zo. Ja, het was goed. Daarna kwam toch wel even een andere flinke klap nog. Ja. Dan heb je 15 jaar alles gegeven. Ja. Komt ineens de man met de hamer. En waar doel je dan op? Een burn-out?
Nee, de burn-out was... Zeg maar, het vastlopen zat echt tussen mijn derde en mijn vierde. Oh, was dat het? Sorry. Maar als je het hebt over de hamer... Ik ben direct na mijn carrière begonnen... ben ik meegaan doen met Expeditie Robinson. En dat was ook wel echt, dat was voor mij ook een hamer. Was dat ook alweer een hamer? Ja, precies. Ik was in de voorstelling dat na je topsportcarrière echt kwam. Nee, kijk. En weet je, eigenlijk was het tijdens mijn topsportcarrière. En het grappige is... Het is niet grappig, maar... burn-out uitzicht natuurlijk heel in allerlei soorten vormen. En aan mij zag je helemaal niks. Nee. Dus fysiek was ik helemaal prima. Alleen mentaal en emotioneel ging het niet goed met mij. Nee. En daarom ben ik ook op zoek gegaan naar ondersteuning. Nou, en daar plakken we dan het stempeltje burn-out op. Dus en ik zeg dat ook. Ik bedoel, ik ben ook echt vastgelopen. Mm-hmm. Maar ja, ik heb niet 4 maanden op bed gelegen en heb last. Dus dat was echt, dat heeft ze echt afgespeeld tussen mijn derde en mijn vierde Olympische Spelen. Dat was niet, dus toen was het de burn-out. Ja. En dus had je toen ook wel meteen wat door? Of had je dat echt met terugwerkende kracht dat je later... Terugwerkende kracht. Ja, toch? Kijk, als je een burn-out hebt waarin je niks meer kan... Nou, dan is het op een gegeven moment wel obvious. Ja, precies. Maar bij mij, als je terugkijkt, dan... ik ben gewoon eigenlijk natuurlijk stilgezet, hè. Burn-out is eigenlijk een cadeautje. Ook al ervaren dat misschien niet zo. Ik hoor dat wel vaker. Nee. Nou, omdat je bent gewoon heel lang iets aan het doen... wat niet bij je past of wie je eigenlijk niet bent. En dat is waarom je op een gegeven moment opbrandt. Is omdat je zo hard je best aan het doen bent voor iets... ja, wat gewoon niet werkt. En dan word je stilgezet. En als je niet stil wordt gezet door, noem het een burn-out, dan gebeurt het wel op een andere manier. Dan gebeurt er iets in je leven, je relatie beëindigt of je hebt geen baan meer. Of er zijn zoveel dingen waarin je stil wordt gezet en waarin er onbewust of bewust gezegd wordt. Ja, dat je gezegd, ga nu nog eens kijken naar hoe richt je je leven in en wat wil je eigenlijk echt? Nou, in mijn werk... In de coaching weten heel veel mensen heel erg goed te vertellen wat ze niet willen. Ja. En als je dan vraagt, ik weet nu wat je niet wil, wat wil je wel? En dan blijft het heel lang stil. Ja. Nou, over die man met de hamer gesproken, nog wel Robinson, dat kwam toch wel vrij snel daarna. 3 weken toen ik gestopt was. Zo, dacht je, ik ga mezelf nog maar eens even keer testen en kijken hoe lang ik het volhoud? Nou, of hoe gaat dat dan? Ja, het was een soort van stok achter de deur. Ik denk, als ik lang genoeg op het eiland zit, verlies ik mijn spiermassa aan. Dan kan ik sowieso geen topsport meer doen. Echt? Dacht je dat? Ja, en eigenlijk sloeg dat nergens op, want ik wist echt wel dat ik klaar was. En ik vind het gewoon een uitdaging. En ik wist niet precies, ik was bezig met een studie en ik wist wel een beetje wat ik ging doen, maar nog niet helemaal. Dus ik dacht, het is eigenlijk ook wel leuk om een keer te doen. Het is niet een all-time favorite droom van me geweest. Dus ik had het, ik ben hartstikke opportunistisch, ik had het lichtelijk onderschat. Ja? Was het heftiger dan je had verwacht? Heftiger? Ik heb echt honger gehad. En ik was 16 kilo afgevallen in een maand tijd. Wil jij niet een keer meedoen daar? Ik wil heel graag een keer meedoen. Wie is de Mol lijkt me ook top. Ja, maar als je expeditie hebt gedaan, dan mag je niet meer meedoen met Wie is de Mol. Nee, daarom wil ik eerst Wie is de Mol en dan expeditie. Oké, mooi. Kan je opgeven, hè? Maar als je wil, kan ik je ook aanmelden. Voor expeditie kan ik je voordragen, zeker. Ja, ik heb Marieke Elsegruis, ook een goede vriendin van me, die heeft natuurlijk ook meegedaan. Ja. Dus, maar bij groetjes doen. Ja, zal ik doen. Ja, zij zei ook echt dat ze wel honger heeft gehad. Heel erg. Dan word je dan een naar mens? Ik word daar een heel naar mens van. Wat denk je? Maar je gaat hele andere instincten spelen. Ja, ik bedoel, je hebt daar helemaal geen energie meer voor, man, om een naar mens te zijn. Je wil echt alleen maar gewoon eten. En dan zit je ook nog met allemaal mensen die je niet kent en waar je ook niet voor gekozen hebt. En die je dan misschien ook nog niet eens heel leuk vindt. Nou ja, als je heel veel honger hebt en trekt, dan natuurlijk komen mensen hun minder goede kant boven. Maar je zit allemaal hetzelfde schuitje. Dus ik had wel een soort van mindset van ga ik nu mijn energie verspillen om met iemand ruzie te maken of ga ik gewoon nog mijn best doen om nog even zo'n ontzettende oester te scoren. Ja. Nou, dan maar het laatste. Was het die topsportmentaliteit die weer naar boven kwam daar? Die even doorpakte, zeg maar. Ja, ik werd eigenlijk na 2 dagen weggestemd. Omdat ik kwam met allemaal vrouwen op een eiland en ik zat nog heel erg in de topsportmodus. En die gingen allemaal huilen na een dag en dat ze te zwaar hadden. En toen dacht ik, jezus, wat zit je te zeiken, joh. Hier heb je toch voor gekozen? Dit is toch het programma? Dus waarom doe je dit? Keihard. Ja, precies. En toen mocht ik toch blijven. En toen eigenlijk wat ik in de jaren daarvoor had gedaan. Want onder druk ga je gewoon vaak weer toch je oude patronen laten zien. Hou vast. Je veilige. Je veilige. Je denkt altijd dat je veilige haven is. Maar goed, het is ook een kracht. Want ik
bedoel, op het moment dat je leert wat vechten in het leven is, zal je niet zo snel opgeven. Nee. Toen mocht ik toch blijven en toen ben ik het anders aan gaan pakken. Toen heb ik heb een supermooie expeditie gekend met alleen maar mensen waar ik goed mee op kon schieten. Mooie proeven, hele mooie ja, mensen waar je voor je leven lang van houdt. Ook al zie je ze misschien nooit meer omdat je dat met elkaar mee hebt gemaakt. Dus ja, het was echt, ik zou het iedereen aanraden. Ja. Misschien niet 4 weken, zoals ik, maar misschien een week of 1 week of 2. Dan weet je wel weer hoe het is. Ja, gewoon met beide benen op de grond. En gewoon even afgesloten van de hele wereld. Dus geen telefoon, geen laptop, niet de mensen die dichtst bij je staan bij je. Dus je wordt echt wel gedwongen om weer echt naar jezelf te gaan kijken van hé, maar wat wil ik hier nou eigenlijk? Of je ontdekt ineens dat je heel afhankelijk bent, dat kan ook, dat had ik niet. Maar dus het geeft allemaal weer nieuwe inzichten. Vond je het nog moeilijk om, je hebt natuurlijk heel lang solo sport gedaan, om dan ineens op Robinson met een team te werken? Joh. Dat ja, word je gek toch? Ja, ik voel meteen weer, ja joh, inderdaad, dan moeten ze sneller doorlopen. Dat gevoel krijg je een beetje. Nee, ja, weet je, kijk, op het moment dat het team effort is en weet je, jullie zien vaak 10 minuten op televisie van zo'n proef, maar die duurt gemiddeld een uur, lang, anderhalf uur. En als iemand dan na 40 minuten ineens opgeeft en het is, ja, dat past gewoon. Zwakkeling, wil je dat? Nee, dat niet, maar het past gewoon niet in. Kijk, als je hele leven gewend bent om er heel hard voor te gaan, dan is het voor mij een logischer wijs dat je daar ook alles gaat geven. Maar dat werkt gewoon niet voor iedereen zo. Dacht je op Robinson, want je won uiteindelijk Robinson, natuurlijk te gek. Maar dacht je op Robinson, hier moet ik iets mee gaan doen in het zakelijke leven? Met het Weet je, ik was eigenlijk al bezig met een opleiding om coach te worden. Mm-hmm. Een opleiding van 3 jaar. En door mijn eigen ervaring en ontwikkeling kwam ik erachter dat het me heel leuk leek om mensen te ondersteunen. Dus daar was ik wel echt mee bezig. En uiteindelijk is zo'n Robinson is een bevestiging van datgene dat ik dat echt wilde. Dus dat was mooi. En weet je, in het zakelijke leven zie ik het niet anders nu. Nee. In het zakelijke leven zie ik ook allemaal mensen topsportbedrijven. Ja. En dat is anders omdat je niet naar de Olympische Spelen gaat en geen medaille krijgt. Maar dat is net zo goed keihard werken en kijken, daar drijven, daar zijn ook drijvers die mensen tot waanzin drijven om 80 uur in de week te werken. En weet je, uiteindelijk onder de streep zijn we allemaal mensen. En iedereen heeft uitdagingen. Dus ik heb ook heel veel respect voor mensen die alles geven om een carrière in de business op te bouwen. Wat is de boodschap die je meegeeft in de business als je coacht? Wat geef je dan mee? Nou, het gaat heel erg over. Kijk, als ik iets meegeef aan mensen individueel, dan zeg ik altijd dat ik mensen gun dat ze zich blijven ontwikkelen en groeien. En dat betekent dus ook dat je echt daar ook mee bezig moet zijn. Niet van, ik ben er gewoon, ik zie wel hoe het loopt, maar echt jezelf uitdagen. Ja. En omdat, ja, dat is gewoon heel mooi, want je blijft dan gewoon in beweging en meer ontwikkelen en je perceptie verbreden. En als je kijkt naar teams en organisaties, er wordt altijd heel hard gewerkt. En wat ik die mensen altijd meegeef is hetzelfde als bij teamsport. Als je echt stappen wil maken als een team, dan zal je eerst heel goed de dynamiek van het team moeten onderzoeken. En ook kijken van, maar wat breng je nou zelf in het team? En wat is nou mijn aandeel en rol? Want wat je veel ziet, als je teams ziet werken, dan zijn er bijvoorbeeld 8 die heel graag willen. Hè? Ja. En dan zijn er 2, dat zijn dan de zeurders. Dat die zeggen ze wel eens. Zeikert altijd een beetje. Ja, dat zijn de zeikers. Nee. Maar ook die mensen, die andere 8, die daar niks van zeggen, die hebben een aandeel ten aanzien van de zeikers. Maar die wijzen de vinger naar een ander. Dus daarom, ik bedoel, leidinggevende zijn, manager zijn, maar net zo goed een teamcoach zijn, is echt een kunst. Want om overzicht te creëren, zal je ook goed jezelf moeten leren kennen. Want anders dan denk je alleen maar, wat ik bij Expeditie dacht, nou, die vrouwen weten echt niet wat het is om hard te trainen. Nee. Ja, dan heb je al een oordeel klaar. Moet je ze leren begrijpen? De mensen uit je team bedoel je? Ja? Nee, ik denk niet dat het begrijpen is weer heel erg denken. Mm-hmm. En met de beste wil van de wereld is het soms helemaal niet handig om alles te willen begrijpen. Waarom niet? Er zijn gewoon dingen die voor de een te begrijpen zijn en voor de ander niet. Zou je daarin vastlopen. Waar het om gaat is dat je perceptie verbreedt. Dus dat je datgene wat jij denkt dat waar is, waarvan je overtuigd bent dat het goede is, en al jouw algemene normen en waarden, als je nou eens bedenkt dat daar ook een hele andere kant aan zit, dan kun je dat onderzoeken. Ja. Wil niet zeggen dat je naar de andere kant hoeft te gaan,
Maar als je open blijft staan voor wat er allemaal nog meer is, ben je in staat om je perceptie te verbreden en hoef je niet heel veel dingen te accepteren. Maar dan weet je gewoon dat het zo is en dan kan je daar ook mee werken. Maar dat is vaak lastig. In de business zie je heel vaak ego's, belangen, wat mensen allemaal wel niet doen om gelijk te krijgen. Dat is allemaal ego. En dat is iets heel anders dan echt met elkaar samenwerken om verder te komen. Dus dat moet je allemaal onder de loep nemen als je met elkaar verder wil komen. Is dat ook de boodschap die je meegeeft als je een lezing geeft bijvoorbeeld? Ja, dat is zeker een boodschap die ik meegeef als ik een lezing geef. En dan ligt het heel erg aan wat het thema is, hè. Want bij elk thema geef ik iets anders mee. De ene keer is het verandering, de andere keer is het hoe bereik je de top, hoe blijf je mee bewegen. Nou, dit zijn verschillende thema's. Maar ik, in een lezing, zowel in een lezing als in een training of als in een coachtraject, geef ik mensen eigenlijk altijd mee dat ga lekker naar jezelf kijken en blijf lekker ontwikkelen. En in een team kijk naar de dynamiek. En dan is er pure winst te halen. Maar ja, pure winst, dan denken mensen willen weten, ja, hoe dan? Nou, vertel het me. Ja, dat doe je dan dus één door tijd ervoor te nemen, hè, prioriteit maken. Want mensen zeggen, ja, nee, dat kan ik, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nou, dan maak je het ook geen prioriteit. Rust, stilstaan en laat je inspireren en verwonderen. Want dat kan een eerste stap zijn naar dat je weer eens een keer voor het eerst in de spiegel gaat kijken. En genieten ook soms van dingen. Ja, dat moet je sowieso doen. Want wat je ook allemaal op je afkrijgt, je hebt maar één leven. Althans, nu is het leven dat je leidt. Uh-huh. Ik weet niet wat er daarna allemaal gebeurt of daarvoor. Maar in ieder geval, dit is wat het nu is. Dan moet je wel een beetje leuk hebben. Ja, toch? Ja, ja, wat mij betreft wel. Als het nou dadelijk allemaal voorbij is en stel ik raak mijn stem kwijt, dan wil ik wel dat ik er optimaal van genoten heb. Ja, zeker. Maar er is wel een verschil tussen ergens van genieten en vluchten om maar niet rust te hoeven nemen. Nee, dat is zeker waar. Waar droom jij nog van? Waar maak ik van droom? Ja, ik droom er echt van om 1600 te hebben. Ik zou wel een leuke boerderij willen hebben met daarop een aantal honden. Maar dat is eigenlijk uiteindelijk allemaal materialisme. Hè? Een huis, ik bedoel, ik heb een mooie plek nu. Ja. Waar ik van droom, en daar ben ik ook al mee bezig, is om een plek te creëren die nog niet bestaat. Een soort utopia? Nee, geen utopia. Maar echt een mooie plek, ook waar hier hè, op Papendal met veel natuur. Waarin er toegang is voor iedereen die wil ontwikkelen en groeien. Om daar naartoe te komen. En datgene wat diegene als uitdagend beschouwt aan te pakken. En met die droom ben ik al bezig. Je bent... Hoe ben je daarmee bezig? Nou, ik ben ermee bezig is dat ik aan het ondernemen ben. Dus ik ben al aan het kijken naar een mooie plek die ik wil kopen. Daar zijn we. Okay. Dus daar ben ik al mee bezig. En ik, weet je, uiteindelijk is de droom ook om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot ontwikkeling. Want uiteindelijk, als je meer liefde gaat voelen voor jezelf, je gaat jezelf leuker vinden, dan ben je ook meer een cadeautje voor je buitenwereld. En als we dat allemaal doen, dan wordt de wereld gewoon een stukje mooier. Iets gezelliger wordt het dan. Ja. Want er is genoeg voor iedereen. Ook al denken heel veel mensen dat niet. Dat het niet is. Nee. Maar dat is toch. Nou, vind ik mooi. Vind ik een mooi gegeven. Mag ik dat zo zeggen? Ja. En is het voor iedereen die plek? Is het voor al ben je schoenmaker? Komen we weer bij die schoenmaker. Ja, schoenmaker mag ook. Ook de vuilnisman mag komen. En ook mensen die op de Zuidas werken en... Het is eigenlijk voor iedereen die dapper genoeg is om die stap te maken. En het vervelende wat je ziet is dat vaak mensen eerst iets vervelends meemaken voordat ze die stap maken. En het zou zo mooi zijn als je daar al van tevoren aan begint. Maar ja, zo werkt het vaak niet. Iedereen loopt zijn eigen pad en iedereen doet het op zijn eigen tijd. En hoe ziet die plek eruit? Is dat een huisje met een... Nou, hoe moet het eruit zien? Nou, een soort van... een grote boerderij? Ja, een soort van een oud gebouw met een rieten dak. Een hele mooie tuin met een hele grote, super grote eikenboom erin. En, zonder processierup. Ja, zonder processierup zou fijn zijn. en waar je gewoon lekker, een plek waarvan, waar je naartoe gaat. En als je daar komt, dat je weet, oh, ik ben hier wel echt om dingen te doen. Maar dit is een plek waar het gewoon kan, waar het veilig is. Waar ik allemaal mensen om me heen heb die dat ook willen. Dus allemaal gemotiveerde mensen. En dat je gewoon helemaal mag zijn wie je bent. Met je mooie kant
maar ook met je minder mooie kant. Je lelijke kant. Ja. Mag het ook. Ja, en dit, als kind had jij geen voorbeelden, zei je. Nee, nee. Heb je nu voorbeelden? Die vind ik vet, vind ik cool. Of ik kijk voorbeelden ik heb. Vind ik gek wat hij doet? Nou, ik kijk niet zozeer op tegen mensen, want ik kan elke dag mensen terugkomen of elke dag mensen tegenkomen die me inspireren of waarvan ik denk, wauw. Maar wie was de laatste waarvan je echt dacht, nou daar kom ik terug en dacht ik zo, blown away, wat vet wat hij doet. Of dat je, weet ik wel, een boek las en daarna ben je diegene heel erg gaan volgen. Nee, ja, minder. Nou, het enige wat ik wel bijvoorbeeld heb, waarin ik heel erg kon voelen, dat ik naar iemand zat te kijken die zelf heel erg aan het genieten was. En nou, daar werd ik helemaal warm van. Dus ik ben naar het concert van Ed Sheeran geweest. Oh, ja. En Ed Sheeran die begon gewoon op tijd. Die was er gewoon om 8:30. En ik ben bij heel veel artiesten geweest en die kwamen echt allemaal heel laat. En hij begon te spelen en hij was in zijn eentje op het podium met een gitaar. En dan speelde hij een soort van riedeltje vooraf op een machine. En dat was dan een loop pedal en dat gaat er door. Maar die jongen was gewoon ontzettend veel plezier aan het hebben samen met al die mensen die daar waren. En ja, daar krijg ik dan kippenvel van. Dus eigenlijk mensen die hun passie leven en die dat tot uiting brengen, of in muziek, of in wat ze maken, of in wat ze doen met andere mensen. Ja, dat is voor mij kippenvel. Dus dat kan ieder willekeurig mens zijn. En dat is zo mooi. Het hoeft allemaal niet heel groot. Nee. Het kan ook heel klein zijn. Ja, Ed Sheeran dus. Ja, een van de voorbeelden is Ed Sheeran. Ja, dat is wel oprecht. Want hij toert dus al 2 jaar lang. Nu weet ik uit mijn hoofd met die Divide Tour, waarmee hij dus al 2 jaar lang op tournees. Ik denk ook, je houdt het alleen maar vol als je het echt heel erg leuk vindt. Want ja, anders dat lijkt me ook, is het niet te doen. En ik ben bij veel concerten geweest en ik vond Wat vind jij? Dat wilde ik, was ik me eigenlijk benieuwd naar. Voordat je dan ging de judomat op ging, luister je dan iets waarvan je denkt, nou, dat gaf me energie? Ja, ik had gewoon speciale nummers die dan ook gewoon een beetje poppy die in waren. Ja. Zeg maar, vanuit de hitlijsten. Ja. Heel erg afhankelijk van in wat voor soort mood ik was. Want als ik er wel lekker in zat, dan kon ik ook bijvoorbeeld naar gewoon slow ballads luisteren. Okay. Maar ik heb ook wel echt momenten gehad dat ik rammende Thunderdome op had. En dat ja, misschien dan. Ja, precies. Okay. Dus dat is, nee, dat is echt heel erg. Ik heb best wel een gevarieerde muziek. Ja, gevarieerde smaak. Want ik hou ook heel erg van iemand die gewoon met zo'n heel mini gitaartje begint te pingelen en dan begint te zingen. En dan denk ik echt, wauw, weet je wel. Het is echt, maar ook een instrument bespelen of iemand die bijvoorbeeld van een paperclip een fietsje kan maken. Dan kan ik ook wel denken, oh. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, verwonder je gewoon. Verwonder je over wat voor mooie mensen dingen doen. Blijf lekker rondkijken en blijf je verwonderen om de dingen die je om je heen ziet. Want dat maakt het leven zo mooi. Ik bedoel, ik kan oprecht, het klinkt misschien raar, we hebben het hier niet, maar ik kan soms naar een boom kijken en denk, oh, dat is eigenlijk echt een hele mooie boom. Mooie boom. Super raar, maar of dat je ineens, van dieren kan ik ook heel erg genieten. Als gekkigheid en van mensen. Als ik bijvoorbeeld een vader met een dochter zie oversteken en ik zie dochter de hand pakken van de vader en dan kan ik gewoon niet. Vind je mooi? Ja, vind ik mooi. Moet je bijna huilen? Ja, nou, omdat het gewoon liefde is. Ja. En dat voel je en dat zie je en dat is iets moois. Heb je daarom een hartje getatoeëerd? Ja, ik heb een hartje en een sterretje. Ja, precies. Het hartje is, ik heb zelfs hier ook een tatoeage, maar voor mij is het leven gewoon liefde. Liefde is de basis. Als liefde er is, dan is alles mogelijk. En het sterretje heeft echt een hele speciale betekenis. Want een van mijn beste vrienden is 2,5 jaar geleden overleden. En dat was allemaal best wel heftig toen de tijd. Mm-hmm. En het is een paars sterretje, maar hij droeg altijd zo'n hele lelijk retro paars jackje. Okay. En ik wilde toch een aandenken aan hem. Dus toen dacht ik, hij is nu, als het goed is hij nu een ster. Of waar hij dan ook is of wat hij dan ook doet, maakt ook allemaal niet uit. Maar ik wilde hem herinneren, dus vandaar het sterretje. Het sterretje en het hartje, ja. Wauw. Heb jij tatoeages? Nee. Oh. Nee. Gaan die nog komen? Ik twijfel. Mijn vader is overleden toen ik jong was. En daarom heb ik een bandje om. Daarop staat, ik zal je nooit vergeten. Dat zie ik een beetje als mijn tatoeage, zeg maar. Ja, mooi. Omdat het ongeveer een beetje hetzelfde is qua sterretje, zeg maar. Ja, precies. Maar soms denk ik wel eens, nou, ik laat hier gewoon Piet tatoeëren. Of weet je, heette die Piet? Ja, hij heette Piet, ja. Maar dan denk ik, dan twijfel ik daar weer over. Dan denk ik, zie ik mezelf alweer in die stoel liggen. En dan zeg ik last minute, nee, ik wil het niet.
Nee, doe het niet! Dus zo denk ik een beetje dat ik ben. Maar ik heb wel eens een keer iemand één streepje getatoeëerd. Dat vond ik fascinerend. Ja? Dat is heftig, jongen, want dan weet je niet hoe diep je moet drukken. En oh ja, opschuiven, dat wil ik niet weten. Hey, nee. En als je nou nu, hè, want stel nou dat je vader van boven meekijkt. Wat zou hij dan tegen je zeggen, denk je? Goed gedaan. Ja, hè? Dat denk ik wel, ja. Hoop ik wel. Jawel. Want ja, daar denk ik, ik ben daar best wel veel mee bezig. Zeker als je ouder wordt, dan ga je daar steeds 21, denk ik. Ja, je bent echt heel oud. Ja, maar als je, zeg maar, langzamerhand... Ja. Hij was 5 toen ik... Of ik was 5 toen hij overleed. Ja. Dus, zeker als je ouder wordt en naarmate je dan belangrijke keuzes moet gaan maken in... Ja. Oké, ga ik voor de radio of ga ik iets anders doen? Ja. Of ga ik nog studeren? Ga ik dat wel niet doen? Ja. En als uiteindelijk dan... Als je dan een keuze maakt en die valt uiteindelijk goed op zijn plaats en... Het komt allemaal goed, zeg maar. Ja. Dat hoop ik wel dat hij dat dan meekrijgt. En dat, ja. Ik denk dat ook altijd. Dat hij ziet dat het met mijn moeder goed gaat. En met mij goed gaat. En met mijn broer goed gaat. Dat hoop ik wel altijd dat hij dat daaruit haalt. Ja. Ja, mooi. Dus dat is mijn tatoeage. Ja, gaaf. Hey, wie weet. Eén vraag. Ja. Wat is nou de belangrijkste overeenkomst, ik moet het nog even stellen, tussen sport en de business? Overeenkomsten tussen sport en de business is... Allebei hard werken. Allebei, als je ergens wil komen, heel veel moet investeren. Mm-hmm. Constant wil blijven verbeteren en stappen wil maken. Een ongekende drive hebben om iets moois neer te zetten. En dat resulteert in sport tot Olympische medailles. En in het bedrijf tot mooie klanten, mooie dingen die je doet. En... hogere functie, zoiets. Ja. Veel geld? Ja, nou voor sommige mensen is dat een drijver. Ja. Alleen, ik denk als je aan topsporters vraagt of geld een drijver is, dan zullen de meeste mensen zeggen nee, want ze vinden het gewoon leuk wat ze doen. Ja. En als je echt doet wat je leuk vindt, dan is het mooi meegenomen als je veel geld mee verdient, maar dan ben je voornamelijk iets leuks aan het doen. Ja. Dus ja, eigenlijk dat. En ik denk dat de business gewoon ook heel veel kan leren van de sport. In echt ervoor gaan, echt naar jezelf kijken om de volgende stap te maken. Echt te reflecteren. Topsport is keihard. Als het niet goed is, is het kut en dan moet het beter. Maar kan je dat aan? Kun je die kritiek aan? Kun je... Naar jezelf kijken? Ja, kun je naar jezelf kijken. Ja. Nu hebben we natuurlijk lekker rondjes gegeven op Papendal. Ben je hier nog veel eigenlijk? Of ik nog veel op Papendal ben? Nou, nee, niet zo heel veel. Ik ben heel veel hier om gezellige dingen te doen met bedrijven. Dus lezingen te geven. Mm-hmm. En af en toe hier als er voor het judo iets gevraagd wordt. Maar ik kom veel minder op Papendal dan toen ik nog sportte. Ja, wel veel hier echt geweest en intern gezeten. Ja, weet je wat ik nu elke keer denk als ik kom? Oh, wat wordt het mooi. Hoe bedoel je? Nou ja, er is helemaal een restaurant voor de sporters. Oh, zo bedoel je. Dat was je. Toen nog niet. En weet je, er wordt aan Papendal wordt gewoon... Dat blijft ook een proces waarin er steeds meer nieuwe mooie dingen gebouwd worden. En waar het steeds een soort van groter samen zijn is van jonge mensen die het allerbeste uit hun sport willen halen. En die zet je dan bij elkaar neer. Ja, dat was gewoon niet... Toen ik judo, was dat nog niet zo. Nee. Het is niet dat er een soort van instant... paniek bij je ontstaat als je hier weer terugkomt. Je denkt, ik moet weer presteren. Ik moet weer genieten. Het is zo lekker om hier te komen en niks te hoeven. Ja, dat is ook wel. Het is een beetje lekker als je 15 jaar lang bent geweest hier en iedere keer moest. Ja, precies. Dus nu loop ik gewoon naar de dugout, de bar. En dan neem ik een drankje en dan denk ik zo, nou, ik ga eens even lekker zitten. Lekker. En dan denk je niet, oh nee, ik moet over 2 uur weer trainen. Dat weet ik niet. Nee. Ik vond het leuk om je in de taxi te hebben, Edith. Ja. En ik vond het heel leuk om met je te kletsen. En ik vind het vooral mooi om te zien dat je echt 5 jaar lang alles gegeven hebt. Tot je zelf bent gekomen tussen Olympische Spelen 3 en 4. Daar eigenlijk echt een soort ander mens van bent geworden. Ja. En dat nu heel relaxed doet eigenlijk. Dat vind ik wel echt leuk om te zien. En ik heb het idee dat het topsport je onwijs veel gebracht heeft. Zeker. Maar absoluut. Het heeft me gemaakt... tot wie ik nu denk te zijn. En dat vind ik een hele leuke vrouw. Ja, nee, ben je ook. Nee, maar goed, dus het heeft allemaal bijgedragen aan wie er nu naast je zit. Ja. Hey, zullen we wel nog even zingen? Want dat is leuk. Ja, is goed. Want, kom, en dan moet jij een goed nummertje opzetten. Ja, moet ik een goed nummertje opzetten? Ja, nou, dan zet ik natuurlijk Q aan. Ik hoop dat het er hier ligt. Ja.
Nah. Oh, oh yeah! No. Time is right, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. Oh, let the kind of girl you should be. Ja, dat is het. Dat kwam niet, toch? Dat dit nummer dan net op is, hè? Het moet toch... Oh, je ziet. Ja, die heeft een mixmarathon. Wacht, dan laten we 10 nog. Alanis Morissette. Luister hier. Have your baby. I'm sure she make a really excellent mother. Dit is ver voor mijn tijd, hè? I'm out of no. And every time you speak her name, does she know? Until you die, what else can I lie? And I'm here to remind you of the mess you left when you ran away. It's not fair to deny me. Jij kunt nog best wel zingen. Jij kunt nog best wel zingen. Ben je al gebeld voor It Takes Two? Nee, dat wil ik niet. Jij bent wel gebeld, nee, hè? Nee, ik wil niet. Ik ga je doorzetten. Nee, ik wil niet. Als jij me nou gewoon een keer op de radio doet... Kom je een keer langs? Ja, dan kom ik een keer langs. Oké, dat zou ik heel gezellig vinden. En dan... I don't wanna know, oh... And I know never ever ever gonna change. And you know you ain't really ever on the way. Why do we always gotta... En meer ken ik ook niet, meer ken ik niet. En 5 Seconds of Summer. It's like we're looking for the same thing, yeah. Do we really gotta do this now? Het refrein is easy in the steak, is it easy in the girl? I don't wanna know. Ik heb ooit gezegd dat ik keer dat nummer nog van Tiziano Ferro. Nee? Perdona of zo. Oh ja. En dan zei ik, ja, maar ik kan de tekst. En was Perdona. En dan zei ik, ja, ja. It's not a beautiful. Is it easy in the steak? Is it easy? Go. I don't wanna know, oh. And I know never, ever, ever gonna change. And you know that we're always gonna stay the same. Is it you to stay? Nou, we hebben allemaal een stukje meegezongen. Lekker, toch? Ja. Moet ik je nog ergens afzetten op Papendal? Of ja, bij de hond? Ja, doe maar even bij de hond afzetten. Bij de hond? Dat is wel goed, ja. Gaan we dat doen. Leuk je te spreken, Edith. Ja, top. Dankjewel. Ja, dat was leuk.